van harte welkom bij Wij Zijn Nijmegen. In elke aflevering bezoeken wij een bijzonder initiatief dat door Nijmegenaren gezamenlijk wordt uitgevoerd. Op vrijdag 10 maart en zaterdag 11 maart vindt NL Doet plaats. 39 Nijmeegse initiatieven doen mee aan deze grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vandaag bezoeken we twee van deze initiatieven en we beginnen bij kinderboerderij De Goffert. Kinderboerderij De Goffert doet mee aan NL Doet omdat het vaak de klussen zijn die links en rechts blijven liggen. Naast de dierenverzorging die elke dag nodig is, blijven die klussen gewoon liggen. En daar hebben wij ontzettend veel vrijwilligers voor nodig. Nou ja, NL Doet is dan echt de kans om zoveel vrijwilligers in huis te halen. Wij krijgen financiële bijdrage, dat is een paar honderd euro. En de vrijwilligers komen van her en der. We hebben nu vrijwilligers op bezoek van vier verschillende bedrijven. Die werkzaamheden verzetten zoals zandkruien, verven, de moestuin op orde brengen, freeswerk en al dat soort andere klussen. Marco, jij bent vandaag aan het frezen. Wat houdt deze klus in? Ja, frezen is eigenlijk het omspitten van de grond. De onderste laag met de bovenste laag vermengen, zodat je weer een gezonde grondlaag krijgt. Dat is niet de meest gemakkelijke klus. Nee, is helemaal niet gemakkelijk, zwaar. Maar gelukkig hebben we een freesmachine, dus die doet het meeste werk. Waarom heb jij besloten mee te doen aan NL Doet? Ja, ik doe mee omdat ik een bijdrage wil leveren. Gewoon goed doel, kinderboerderij helpen. Daar komen ze al mensen tekort. En zo kunnen we met heel veel mensen tegelijk in één dag heel veel werk verzetten. Hoe is het om zo'n dag met z'n allen aan het werk te zijn en allerlei klussen af te ronden? Nou, ontzettend leuk. Je ziet ook in de ogen van de mensen dat ze heel gelukkig zijn. Ze betekenen iets voor de boerderij. Wij vinden het hartstikke fijn. De klussen worden echt opgepakt. Ze zijn nou de stal aan het schilderen. En dat is echt iets van je vanuit het erf ook ziet. En dat is prachtig. Welke klussen worden er tijdens NL Doet hier bij het Huis van Compassie uitgevoerd? Ja, we zijn met twee flinke klussen vandaag bezig. Eén is voor de moestuin van de voedselbank. En daar wordt veel gespit vandaag. Het is het begin van het moestuinseizoen. En de andere klus die wordt gedaan door de kinderen van het Kleurrijk. Dat is de basisschool hier in het Willemskwartier. En die zijn ook de grond weer voor aan het klaarmaken voor dit seizoen. En ze zijn een prachtige schildering aan het maken bij de kas hier. Hoe is het om hier zo gezamenlijk al die klussen uit te voeren? Ja, het is ontzettend gezellig. Heel dynamisch. Hè? Want je ziet ook dat er zijn jongeren hier van het ROC die helpen een dagje mee. Er zijn vrijwilligers van het Huis van Compassie. Een heleboel kinderen, docenten, ouders. Dus het is een prachtig samenkomen van mensen die elkaar niet zo gauw zien. Hè? Met z'n allen kun je een heleboel meer waarmaken dan je normaal gezien zou doen. Hè? Welke klus ben jij vandaag hier aan het uitvoeren? Wij gaan vandaag spitten. We gaan de grond spitten. En die moeten we met de schuif gaan we onder de grond. En dan moeten we hem omdraaien, zodat er aardbeidjes onder de grond kan. En dat doe jij met allemaal klasgenootjes? Ja, met heel groep 6 en groep 8. En hoe is het om dat zo samen te doen? Heel erg fijn en leuk. En waarom vind je dat fijn en leuk? Nou, als je alleen bent, bijvoorbeeld maar met weinig mensen, dan gaat het niet zo snel. En hier, nu, dan zijn er heel veel mensen en dan gaat het heel erg snel. Ja, dan zijn we sneller klaar en dan kunnen we aardbeidjes eten en courgetten en alles en worteltjes. De dag zit er bijna op. Hoe kijkt u terug op deze dag? Ja, geweldig. Wat mij betreft, volgend jaar dan nemen we weer een ander deel van de muur voor rekening. En een ander deel van de tuin. En je ziet gewoon dat er in Willemskwartier een heleboel enthousiasme is voor dit soort werk. En NL Doet die maakt dat mogelijk. Dus wat mij betreft elk jaar. Wilt u ook meedoen aan Wij Zijn Nijmegen? Neem dan een kijkje op wijzijnnijmegen.nl.